Mijn naam is Gerrit Steeg, ik ben Product Information Manager bij Kemper in Stadloon, Duitsland. En we zijn hier vandaag op de Agribex in Brussel, waar we net als op de Agritechnica onze 20 rijen weer bestaan, ons studiemodel. Een prototype machine die we dit in september in het veld hebben gehad. Gewoon kijken hoe werkt de machine. Lukt dat 20 rijen mais hakselen met de huidige stand van de techniek qua hakselaars? 20 rijen mais in één keer hakselen. De vraag uit de markt was altijd, wij willen een bredere bek en is dat mogelijk? Bij Kemper hebben we gezegd, in principe kun je hem zo breed maken als je wil. Want we hebben een modulair systeem, dus we kunnen elke keer twee rijen erbij aanzetten. Is geen enkel probleem, maar waar gaat het om voor de loonwerker? Op een gegeven moment moet je natuurlijk ook af kunnen transporteren. Is je logistiek ervoor geschikt? Op een gegeven moment moet je ook de machine nog op kunnen vouwen. En je moet hem kunnen transporteren over de weg. Hoe gaan we dat oplossen? Die vragen die willen we stellen aan loonwerkers hier in België, in Nederland, maar zeker ook in Duitsland hebben we dat gedaan op de Agritechnica en doen we hier in Brussel weer. We hebben verder getest of deze bek ook past aan de verschillende types hakselaars. We hebben met een John Deere gereden, we hebben met een Klaas gereden. We hebben ook getest of die aan een New Holland, aan een Fendt en aan een kroonhakselaar past. Allemaal geen probleem. En het werkt allemaal prima. We hebben vastgesteld in het veld. De vraag is alleen nu, is dit de machine voor de loonwerker van de toekomst? Wanneer gaan we deze brede bekken brengen? Allemaal vragen die we graag van de loonwerker horen, gaan we graag met in discussie. En dat horen we uiteraard ook van de trekkerweb kijkers.